Hallo jongens, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog van Chris en Olivier. En de rest, doe alvast jongens weer een blauw duimpje omhoog en abonneren zou al helemaal geweldig zijn. Want we gaan er weer stevig tegenaan in deze gloednieuwe vlog van Chris en Olivier. En de rest, nou jongens, vandaag zijn we weer in Duitsland zoals jullie kunnen zien. En we staan op dit hele mooie stukje veld. Hierna, een stukje bos. Oh, daar is Nico weer. We zijn op weg naar Xanten jongens. Hele mooie stad, maar we gaan eerst even bij de bos kijken. Voor een mooi uitzicht en de uitkijktoren. En ja, gaan we even met de verlopen met de fiets. Nou, hier hebben we de uitkijktoren. Heel mooi, maar zo te zien is hij afgesloten. Is wel balen, maar goed. Niks aan te doen. Jammer van die uitkijktoren, maar als ik eerder maar zei jongens. Eigenlijk heb je geen uitkijktoren nodig in Duitsland. Want zelfs dan, op zo'n stuk waar ik nu sta, heb je toch al heel mooi uitzicht over het prachtige mooie landschap. En dit gaat dan gewoon eindeloos door. Zo te zien is dit een zonsbeek, dus is wel heel mooi dit. Kijk jongens, dit is wel even leuk om te zien. Op het eerste gezicht zou je denken dus dat het brandnetels zijn. Maar als je heel goed kijkt, heeft deze dus witte bloemen. En, kan ik hem zo aanraken, dit is dus de dovennetel. Een plant die dus op de brandnetel lijkt, maar niet is. Brandnetels zijn windbloemen. En zoals je kan zien, heeft deze dus geen windbloemen, witte bloemen. En kan ik gewoon zo mijn hand eroverheen houden. Zo jongens, we zijn eigenlijk in Santa aangekomen. Toch een beetje terug in de tijd, om het zo te zeggen. Leuk hè? Ja, zo kan je toch een mooie foto maken. Die ook wel eigenlijk. Kijk jongens, hier hebben we weer echt zo'n muur. En ik denk dat jullie wel weten dat dit een hele mooie plaats is voor muurhagedissen. Zelfs hier midden in zo'n park als deze. Maar ze hebben hier voldoende beschutting bij dit soort planten. En dan gaan ze tussen alle kiertjes een beetje zitten. Dus het is alleen niet te koud voor ze, maar grote kans dat jullie hierin kan tegenkomen. Een hele mooie straat hier jongens, lopen we doorheen. Ja, wat zou dit zijn? Een kapitel of zoiets? Een huis, tuin? Dat is van de kanuken. Dat waren zeg maar monniken. Aha. Dat de binnenkleinen hoort. En niet wel blij bij hoor. En dus, ik word hier tot een half uur.
Nou jongens, even een lekker ijsje hebben we wel verdiend, vind ik. En zijn meisje, Frans meisje, die komt misschien wel samen ontmoeten bij de Frans-Spaanse grens. Oké. Okay. Leuk voor hem, hij zocht overal genoeg om te vinden. Ja. Want de studenten die zijn op het laatste moment gelijk afzeggen, nou, daar heb je bijna van. Ja, dat is waar. We lopen ondertussen even dit heel mooie gebied af. Met hier een paar oude knotwilgen. Hier heb je dit hele mooie veld. En hier kijken we ook nog even over het mooie veld van Duitsland uit. Kijk, dit is gewoon prachtig dit. Dat is een heel mooi plaatje, jongens, hier van roofvogels, vossen, reeën. Weet je, ik kan zo gelijk een hele lijst maken voor wat hier voor zou kunnen komen. Nou jongens, we sluiten de video af bij dit prachtige mooie landschap van al deze mooie prachtige gele bloemen waar ik even de naam van kwijt ben. Morgen is helaas de laatste dag, maar ik heb al de volgende plaats gevonden. Wij gaan morgen hier een prachtig mooi groot stuk bos en dat is waar ik morgen ga lopen. En ik hoop jullie dat jullie weer van deze video hebben genoten, jongens. En ik zeg zoals gewoonlijk, tot de volgende keer bij een goed nieuw vlog. Oké, zo doei. Doeg!